Hallo allemaal! Vandaag wil ik met jullie de Mermaid Hairspray maken. Er zijn daar 3 olietjes die gebruikt worden en dat zijn eigenlijk alle olietjes die ervoor bekend staan die goed zijn voor de haren en de haargroei gaan bevorderen. Wat heb je nodig? Een sprayflesje, minstens 120 ml moet erin kunnen. En dan gaan we de olietjes toevoegen. 10 druppels lavendel, 10 druppels cederwood en 10 druppels rosemary. Dat moet niet de plusolie zijn, maar ik had de andere hier nu niet staan. Om dat straks te laten mengen met het water, hebben we natuurlijk onze witch hazel of alcohol nodig, pure alcohol, 70% moet het minstens zijn. En van die witch hazel gaan we 30 ml toevoegen. De rest van het flesje vullen we met gedestilleerd water. En iedere keer voordat je het gebruikt, ga je goed schudden. Je gaat het aanbrengen op nat haar. Je laat het heel eventjes intrekken. Je mag het goed inmasseren ook. Als het dan even ingetrokken heeft, een paar minuutjes, ga je gewoon je haren drogen en stijlen zoals anders. En een extra tip die ik je wil meegeven. Wil je graag zo'n echte gebleekte zomerlook, dan gebruik je in plaats van gewoon water, zout water. Vond je dit interessant? Mag je altijd een duimpje geven. Je mag je ook altijd abonneren als je geen enkel filmpje wil missen. En dan zie ik je graag een volgende keer. Dag!